Wie mee wil zijn, koopt geen gewone Labrador of een Jack Russell meer, maar een designerhond. Een Labradoodle bijvoorbeeld, een kruising tussen een Labrador en een poedel. Of een Pomsky, een Pomeriaan en een Husky. Die honden zijn even duur als een rashond, maar als we de kwekers mogen geloven, zijn ze gezonder en beter van karakter. En dat zijn dan de puppy's. Dus die zitten nog bij je mama. Die zijn ongeveer iets van een 2-3 weken oud nu. Michelle is op zoek naar een nieuwe hond. Ze kiest voor een zogenaamde Pomsky. Een kruising tussen een Pomeriaan en een Husky. Dat sprak mij wel aan, omdat een Husky groot is en een Pomeriaan is klein. Dus dat wordt dan zoiets tussenin. Verschillende rassen kruisen mag officieel niet. Maar deze kweker doet het toch, omdat de vraag groter wordt. Ook al kreeg hij er al een boete voor. Naast de Pomskies kweekt hij ook Labradoodles. Een kruising tussen een Labrador en een poedel. Het voordeel is, poedel is een superintelligente hond. Labrador is ook een superintelligente hond. Zij zijn anti-allergisch. Dus mensen die een allergie hebben voor honden, is het de max. Ze zijn volgens hem ook gezonder, omdat de erfelijke ziektes zijn weggekweekt. En ze hebben een beter karakter. Maar voor veel dierenliefhebbers gaat dit te ver. Willekeurige hondenrassen mengen kan echt niet, zeggen ze. Je moet dat kruisen met verstand doen, want als je de natuur zijn gang laat gaan, dan gaan de zaken gebeuren, dan gaat het grote honden gaan, grote mannetjes gaan kleine vrouwtjes dekken in zulke situaties. En dan komt het beendengestel niet meer goed. Dit is noodzakelijk. Niet commercieel gezien. Dit is noodzakelijk voor de gezondheid van de honden. Wie zelf zo'n designerhond wil kopen, voor een Labradoodle betaal je €950. 200 meer dan voor een Labrador of een poedel. Voor een Pomsky €1200, evenveel als voor een Pomeriaan.